Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta. Deze keer gaan we kijken naar opgave 9. Bereken met behulp van deze formule in welk jaar de menselijke component even groot zou zijn als het natuurlijk niveau. En ik neem aan dat je voordat je deze opgave gaat bekijken, dat je ook vraag 6, 7, 8 hebt gedaan. Want dan kunnen we dus zeggen de concentratie, even kijken, is 15 keer 1,025 tot de macht t... plus 285. En even kijken. C de concentratie ppm t. Menselijke component moet even groot zijn als het natuurlijk niveau. We hadden hiervoor al gezegd, het natuurlijk niveau is 285. Dus die kunnen we hier van afhalen. En dan kunnen we zeggen, de menselijke component die zal dan ook 285. Een beetje lelijk, 285. 285 moeten zijn. En dat moet gelijk zijn aan 15 maal 1,025 tot de macht t. Dus dan kunnen we ook zeggen, nou, 2,85, 15. Dan gaan we 285 eens delen door 15. Dat lijkt mij een slim en snel idee. Want dan houden we alleen nog maar hier een macht over. En dan 285 gedeeld door 15 is 19. Dus 19 is gelijk aan 1,025 tot de macht t. En als we dat gaan afmaken, dan kunnen we ook zeggen, en dan pak ik even het regeltje. 8 is 2 log 3, nee... 8 is 2 tot de derde. Dus 2 log 3. 2 log 8 is 3. Zo merk je me weer, als je te snel wil, dan gaat het ook niet helemaal lekker. Dan heb je dus 8 is 2 tot de derde. Die heb ik expres in die vorm gezet, want dat lijkt hier nogal erg veel op. Dan kan ik hier dus ook voor maken. 2 log 19. Nee, 2 log 1,025 natuurlijk. 1,025 log 19 is gelijk aan t. Nu kan je rekenmachine dat niet aan, dus dan moet je dus log 19 gedeeld door log 1,025 doen. En daar komt dan t uitlopen. Dus is t. Dus t is log 19 gedeeld door log 1,025, haakje sluiten. Dan zou dat na 119,2 jaar zijn. Dus dat betekent ook, want de vraag is in welk jaartal. Dan betekent we begonnen met 1930, staat in de tekst als start van deze formule. Daar moeten we die 119,2 bij optellen. En dan komen we op plus 1930. Dan komen we op het jaar 2049 en een beetje uit. Dus als we elk jaar aan het begin van het jaar de meting doen, dan kun je zeggen, begin 2050. Ja, dus, ik zat nu heel even opzij te spieken naar het antwoordmodel. Maar mijn mening is van je begint en je meet elk jaar één keer. Dus als je elk jaar één keer meet, dan begin 2050. Dan is de menselijke component... dan is de menselijke component groter. Alleen het antwoordmodel zegt in 2049 zal die groter worden. Dan zie je dus ook maar meteen, zorg dat je dit tussenantwoord met het komma getal blijft gebruiken. Want als je
de tekst of als hij je antwoord in een volledige zin geeft, dan kun je met allebei de antwoorden wegkomen. En als je leraar wiskunde ook een beetje aardig voor jullie is, dan heb je kans dat hij hier ook inderdaad naar gaat kijken en hierover desnoods over in discussie zal gaan met de tweede corrector. Want, nou ja, dit ziet er voor mij uit alsof het goed is. Zelfs vergeleken met het antwoordmodel. Oké, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Denk eraan, ik kan ook niet leven van de lucht. Dit kost mij heel veel tijd. Ik zou jullie toch eens willen vragen. Doe eens af en toe een keer een donatie. Ik heb afgelopen jaar totaal nu €12 binnengekregen aan donaties. En ja, dat betekent dat ik een paar cent per uur heb verdiend. Nog niet eens, denk ik. Dus of dit nu